Paul, ik heb in een andere freezone een goedkopere licentie gevonden dan die jij hebt gevonden. Dat zou zomaar kunnen, want freezones hebben verschillende kwaliteiten en prijs is er één van. En ik zou het onverstandig vinden om voor de goedkoopste te gaan. Er zit nog een aspect aan. Sommige freezones eisen nog steeds dat alle typewerk wordt gedaan door hun internal typing office. En andere freezones die hebben gewoon een portal waar je dingen op kunt uploaden en zelf kunt wijzigen. Bij de freezone waar je verplicht bent gebruik te maken van de interne typing office, moet je niet verbaasd zijn dat je uiteindelijk 500, 1000, 2000 dirham, misschien nog meer, kwijt bent aan internal typing. Ja, en daarmee wordt die prijsvergelijking toch weer ingewikkeld. Met andere woorden, het is moeilijk om een total cost of license obtainment te berekenen. Want er komen veel kleine dingen bij. En in sommige freezones is dat echt heel irritant. Op zijn Midden-Oosters, allemaal kleine bedragen die alles bij elkaar toch wel behoorlijk groot zijn. En er zijn ook freezones die heel eerlijk, ik vind het eerlijk, die heel eerlijk zeggen, dit is de totale prijs en er komt niks meer bij. Nou, dat maakt vergelijken dus een beetje lastig. En los daarvan zijn er dus meer dingen om te overwegen dan prijs alleen bij de keuze van een freezone. Klein voorbeeld, doe je veel zaken in Abu Dhabi, dan is het hebben van een freezone license in Dubai gewoon niet zo handig. De verhouding Abu Dhabi-Dubai is toch een klein beetje Rotterdam-Amsterdam. En als ze contact met elkaar kunnen vermijden, dan zullen ze dat niet nalaten. Klein voorbeeld.